بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوبل بريدوس أند زيسترز إن الإسلام حياكم الله بكم بإلى السيف إن شاء الله تعالى تتفن داخل goed gaat. We zijn aangekomen bij de negende vernietiger van La ilaha illallah. En dat is degene die overtuigd zijn dat het voor sommige mensen toegestaan is om buiten de wetgeving van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te treden, zoals een gidder buiten de wetgeving van Musa trad. Nou. Degene die overtuigd is dat het voor iemand is toegestaan om buiten de wetgeving van Mohammed vrede zij met hem te treden, is daarmee ongelovig. Iedereen is opgedragen om zich aan de wetgeving van Mohammed, vrede zij met hem, te houden. Het maakt niet uit om welke persoon het gaat en het maakt ook niet uit om welke wetgeving het gaat. Degene die overtuigd is dat het toegestaan is voor iemand om buiten de wetgeving van de profeet, vrede zij met hem, te stappen en te treden in welke wetgeving dan ook, is een ongelovige. Nou, het maakt niet uit wie buiten deze wetgeving treedt en het maakt niet uit in welke wetgeving hij treedt. Nou. De profeet, vrede zij met hem, zei in een overlevering: bij degene die de ziel van Mohammed in zijn hand heeft, wel zeker, degene die van mij hoort, van deze umma, een jood of een christen, en vervolgens overlijdt terwijl hij niet gelooft in hetgeen waarmee ik ben gestuurd, hij zal behoren tot de mensen van het vuur. Nou, degene die gehoord heeft, deze boodschap hem is bereikt en haar is bereikt, en hij komt te sterven terwijl hij niet gelooft in deze boodschap, oftewel hetgeen waarmee Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd, deze persoon zal behoren tot de mensen van het huur of van het vuur, oftewel ayyadun billah, deze persoon is voor Jahannam gemaakt. Naam. Sommige mensen gebruiken het verhaal van Al-Ghidr met Musa, vrede zij met hem, om buiten de wetgeving van Allah te treden. De reden waarom Al-Ghidr niet handelde naar de wetgeving van Musa, vrede zij met hem, is omdat Musa, vrede zij met hem, niet gestuurd is naar Al-Ghidr, maar naar Beni Israël. Nou, het verhaal van Al-Ghidr in Surat Al-Kahf, waarin Allah subhanahu wa ta'ala de situatie of de toestand of de gebeurtenis tussen Musa en Al-Ghidr heeft uitgelegd, dat er verschillende zaken zich voordeden toen Musa alayhi salam met hem meeging en van hem wilde leren. Musa of Al-Ghidr, sommige mensen komen met deze gebeurtenis aan en zeggen: ja, hij viel niet onder de wetgeving van Musa alayhi salam. Dat klopt, omdat Musa alayhi salam niet naar hem is gestuurd, maar naar Beni Israël. Dat is de reden. En dat is geen delil, dat is geen bewijs dat wij ook buiten deze wetgeving mogen treden of buiten een gedeelte van deze wetgeving. Nou. Allah zegt in een vertaling: en gedenk toen Musa alayhi salam tegen zijn volk zei: o mijn volk, waarom kwetsen jullie mij, terwijl jullie zeker weten dat ik waarlijk de boodschapper van Allah ben, die naar jullie, Beni Israël, is gestuurd. Hij is naar een specifiek volk gestuurd die naar jullie, Beni Israël, is gestuurd, terwijl de profeet Mohammed, vrede zij met hem, naar de gehele mensheid is gestuurd, niemand uitgezonderd. Allah zegt in een vertaling: en we hebben jou, o Mohammed, slechts gestuurd als verkondiger van verheugende tijdingen en als waarschuwer voor alle mensen. Maar de meeste mensen weten het niet. Nou, als het gaat om Musa alayhi salam, Allah zegt: en gedenk toen Musa tegen zijn volk zei: o mijn volk, waarom kwetsen jullie mij, terwijl jullie zeker weten dat ik waarlijk de boodschapper van Allah ben, die naar jullie, oftewel Beni Israël, is gestuurd. Allah subhanahu wa ta'ala geeft hier duidelijk aan dat Musa alayhi salam is gestuurd naar een specifiek volk. Allah anni rasul, wat zegt hij? Hij zegt: anni rasulullahi ilaykum, dat ik voorwaar de boodschapper ben die naar jullie is gestuurd en niet naar iedereen. En zo ook, en zo bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zien we dat Allah zegt: en wij hebben jou, oftewel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, slechts gestuurd als verkondiger van verheugde tijdingen en als waarschuwer. Dus niet alleen maar verkondigen van het paradijs, maar ook waarschuwen tegen Jahannam. En Allah azza wa jalla zegt: als waarschuwen voor alle mensen.
als waarschuwer voor alle mensen. En kaffaten linnas, voor iedereen. Dus niemand uitgezonderd. Niemand mag buiten deze sharia treden en buiten deze religie. Nou. Ook zegt Allah in een vertaling, zeg o Mohammed, o mensen, voorwaar, ik ben voor jullie allen de boodschapper van Allah. Ja, hetzelfde verhaal. Allah zegt, zeg o Mohammed, o mensen. Dus niet alleen maar naar de moslims. Naar iedereen. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah. Ilaykum jami'an. Ik ben, o jullie mensen, iedereen. Ik ben jullie boodschapper. Ja. En gestuurd door Allah azza wa jalla naar de gehele mensheid. Ja. Ook zegt Allah in een vertaling, gezegend is degene die de onderscheiden, de Koran, heeft neergezonden aan zijn dienaar Mohammed, opdat hij een waarschuwer voor de werelden zal zijn. Ja, dus dat hij een waarschuwer kan zijn voor de werelden, voor iedereen. Een waarschuwer voor iedereen. En niet hij is gekomen voor de Arabieren, hij is gekomen voor de mensen uit Saudi-Arabië. Dat is een religie die specifiek is voor mensen die niet voor ons is bestemd. Wij leven apart, wij leven anders, wij zijn anders. Nee. Deze sharia is geopenbaard voor iedereen. Kaffaten linnas. Niemand uitgezonderd. Iedereen die deze boodschap heeft bereikt en er niet in gelooft, hij zal, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in de overlevering die we zojuist hebben voorgelezen, hij zal in het vuur terechtkomen en zij zal ook daar terechtkomen, iedenwillah. Al deze bewijzen duiden aan dat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, is gestuurd naar de gehele mensheid. En dus is de gehele mensheid verplicht om zijn wetgeving op te volgen. Alle voorgaande wetgevingen van de profeet, vrede zij met hem, vrede zij met hen allen, profeten, zijn opgeheven met de komst van de profeet Mohammed, vrede zij met hem. Zelfs als de profeet Isa, vrede zij met hem, terugkomt, zal hij de wetgeving van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, volgen. Naam, Isa alayhi salam, de moslim, is overtuigd van het feit dat Isa alayhi salam opgeheven is naar zijn Heer. Isa alayhi salam is niet gekruisigd, Isa alayhi salam is niet vermoord, maar Allah heeft yani, hem laten opheffen naar hem, naar boven laten gaan. En hierin bevindt zich een bewijs dat Allah verheven is, tabaraka wa ta'ala, boven zijn troon. Hij heeft hem verheven, subhanahu wa ta'ala. En hij zal terugkomen aan de einde der tijd. En hij behoort ook tot de grote tekenen van het uur. Isa alayhi salam. Als hij terugkomt, rest hem niks anders dan het volgen van de sharia van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ook als Musa zou terugkomen. Als hij zou terugkomen, maar hij komt niet terug. Zoals de profeet zei, sallallahu alayhi wa sallam, tegen Umar. Toen hij aan het lezen was uit een stukje van het Torah, zei hij, als hij zou terugkomen, en rest hem niks anders dan het volgen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zijn wetgeving telt als enige. Alle andere wetgevingen zijn opgeheven met zijn komst. Er is geen wetgeving die meer intact is. Of hij is opgeheven, of het is opgeheven door de wetgeving van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nou. De monotheïst moet overtuigd zijn dat iedereen die een andere wetgeving aanneemt met de overtuiging dat het toegestaan is, dat het ongeloof en verbod is in de islam. Niemand heeft het recht om buiten deze gezegende wetgeving te treden. Nou, iemand die dat wel doet, die heeft daarmee zijn religie ongeldig gemaakt en zijn monotheïsme vernietigd. En wat betreft de gevolgen die daaraan gebonden zijn, dit is theorie, dit is les die wij geven. Wij zijn geen leiders, geen rechters, wij kunnen daar niet over oordelen in praktijk. Wat wij zeggen is, degene die deze vorm van ongeloof begaat, deze naqib, deze nietiger of vernietiger, in aanmerking voorkomt, zijn religie wordt daarmee ongeldig gemaakt. En met de persoon specifiek, dat is niet aan ons. We weten niet wat aanleidingen zijn, we weten niet wat we hebben de shorot niet. We hebben niet gekeken naar de shorot bij deze persoon, we hebben niet gekeken naar de mawani', zaken die het kunnen tegenhouden, voorwaarden die het moeten zijn. Ila akhiri. Maar zonder enige twijfel is dit een nietiger van de religie, een nietiger van la ilaha illallah en een vernietiger van het monotheïsme. Nou. De tiende vernietiger. En laatste. Nou. Afkeer hebben van de religie van Allah. Sheikh al-Raslan zei, oftewel hij leert het de religie niet en handelde er niet naar. En handelt er niet naar. Nou. En handelt er niet naar. Nou, een afkeer hebben van de religie van Allah azza wa jal, oftewel het heeft hier betrekking op degene die niks mee doet. Hij handelt er niet na, oftewel geen daden. En hij leert ook niks van deze religie. Hij leert niks, zij leert niks, handelt er ook niet na.
Oftewel, dat is een afkeer hebben hiervan. Afkeer betekent, zoals Sheikh Al-Fawzan zei, het afstand nemen van iets in combinatie met hetgeen verlangen hebben daarna. Dus iemand heeft een afkeer en geen verlangen. Het is tegenovergesteld. Yani, hij heeft een afkeer daarvan, hij verlangt niet naar die zaak. Dat betekent yani, afstand nemen van iets. Dat betekent afkeer hebben van iets. Degene die weigert om kennis te nemen terwijl de kennis aanwezig is van de essentiële zaken van het geloof en het handelen ernaar, heeft zich afgekeerd en afgewend van het geloof. En dat is een vernietiger van het geloof. Allah zegt in een vertaling: en wie is er onrechtvaardiger dan degene die herinnerd wordt aan de tekenen van zijn Heer en zich hier vervolgens van afwendt? Waarlijk, wij zullen wraak nemen op de misdadigers. Ja, subhanallah, er zijn mensen die weigeren om de noodzakelijke, essentiële zaken van de religie te leren. Mensen laten het afweten om te leren hoe zij moslim kunnen zijn en blijven. Zij zeggen, ik ben moslim, maar ze hebben geen kennis, helemaal niks over wat hen moslim maakt. Ze hebben helemaal geen kennis over la ilaha illallah. Ze hebben helemaal geen kennis over het geloven in de engelen. Geen kennis over het geloven in de boeken. Geen kennis over het geloven in de laatste dag, in de voorbeschikking. Ze hebben helemaal geen kennis en zij wenden zich af van deze kennis, terwijl die kennis binnen handbereik is. Terwijl die kennis aanwezig is. En zo zie je dat als je vanavond live komt of nu live komt en je gaat roddelen over anderen. Je gaat gek doen. Je gaat het vaste verbreken overdag en je gaat daar lacherig over doen. Dat je duizenden mensen trekt om te kijken naar die gekkigheid en te luisteren naar die onnozele gepraat. Maar als het gaat om de noodzakelijke, essentiële kennis die de mens moslim kan maken en houden. Dan zie je dat de mensen zich afwenden omdat dat te zwaar is. Omdat dat te zwaar is. Dit zijn mensen, ayyadun billah, die zich afwenden van de noodzakelijke, verplichte, essentiële kennis. Wat hen moslim maakt en houdt. En dat is het probleem. Er zijn mensen die niks weten over de essentiële, noodzakelijke kennis in de islam. Niks. Helemaal niks. Hij denkt dat een engel, zo'n poppetje die hij kent van de kerstboom op de basisschool, wat hij het heeft geleerd. Hij denkt dat de Torah, dat dat in zijn totaliteit geen openbaring is van Allah. Hij denkt dat Isa alayhi salam overleden is. Hij denkt allemaal zaken, subhanallah al-azim, weet niks over het geloof. En dus, Allah azza wa jalla zegt, en wie is er onrechtvaardiger dan degene die herinnerd wordt aan de tekenen van zijn Heer en zich hier vervolgens van afwendt? Waarlijk, wij zullen wraak nemen op de misdadigers. Nou. Deze persoon heeft zich afgewend nadat hij eraan werd herinnerd. Hij werd vermaand en uitgenodigd, maar hij weigerde. Sheikh Ar-Raslan zei, wat betreft degene die zich afwendt op basis van luiheid of laksheid, hij wordt niet ongelovig. Belangrijke punt. Als een persoon geen mogelijkheid heeft om kennis te vergaren of wanneer luiheid of laksheid de aanleiding is, dan is hij niet ongelovig. Iemand die niets met het geloof doet, geen gebed, geen zakat, niet vasten en de verplichtingen nakomen. En de verplichtingen nakomen in combinatie met het verrichten van zonden. De verplichtingen niet nakomen. Het zat er niet bij, maar nu wel. In combinatie met het verrichten van zonden. Hij heeft zich dan afgewend van het geloof op basis van afkeer. En hij heeft geen verlangen naar dit geloof. Dit noemen ze zeg maar degene die de daden verlaten. Tarikul amal. Iemand die geen daad meer verricht, ayyadun billah. En je hebt mensen die geen daden verrichten voor Allah, tabaraka wa ta'ala. Er zijn mensen die zich slechts toeschrijven aan de islam. En het gebeurt vaak bij bekeerlingen. En ik weet waar ik het over heb. Dat ze bekeren tot de islam. En vervolgens verwatert dat. En het enige wat hen nog moslim maakt is die uitspraak die ze ooit hebben gedaan. En vervolgens zijn ze gebleven op het niveau. En zijn ze gebleven op basis van aanbidding. Op hetgeen waar zij zich toen op bevonden. Geen gebed, geen zakat. Het enige misschien wat ze nog doen is de jaarlijkse vasten, omdat de islamitische gemeenschap dat allemaal doet. Misschien getrouwd en dat de man dat ook doet, vanuit huis uit meegekregen. Voor de rest, la salah, la zakah, la hajj, la umra, la dhikr, niks. Ayyadun billah. Afwenden, afkeren van deze religie door middel van het niet leren van deze dien, terwijl die binnen handbereik is. In alle vormen en talen en kan je de islam leren, zelfs in gebarentaal tegenwoordig, subhanallah. Sheikh Al-Fawzan zegt, twee zaken zijn noodzakelijk. Het leren van de religieuze zaken, en dat zijn de zaken die de religie overeind houden.
Punt 2, het handelen ernaar. Naam, de essentiële religieuze zaken leren, de noodzakelijke zaken van de religie leren. En dat zijn zaken die de religie overeind houden. Dat moeten wij leren. En de tweede is handelen, daden verrichten. En dat noemen ze ook wel aqidat u talazum bijna al-zahiri wal-batin. Tussen een verbintenis, een onlosmakelijke verbintenis tussen het innerlijke en het uiterlijke. Onlosmakelijke verbintenis tussen het innerlijke en het uiterlijke. Nou. Belang van het uitnodigen naar het tawhid. Nou, volgende punt is het uitnodigen naar het tawhid, oftewel het monotheïsme. We zijn klaar met die 10 nawaqid. We gaan nu door inshallah naar het belang en het benadrukken van het belang van het monotheïsme. Het benadrukken van het belang van monotheïsme. Waarom het zo belangrijk is, het tawhid. Nou. Belang van het uitnodigen naar het tawhid, monotheïsme. De profeet, vrede zij met hem, stuurde Mu'ad ibn Jabal, mogen Allah tevreden met hem zijn, naar Jemen en zei tegen hem: jij zal een volk van de lieden van het schrift aantreffen in Jemen. Laat hetgeen waar jij hen als eerst naar uitnodigt de getuigenis zijn dat er geen God is die het verdient om aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed de boodschapper is van Allah. Als zij jou daarin gehoorzamen, bericht hen dan dat Allah waarlijk 5 gebeden verplicht heeft gesteld die zij moeten onderhouden gedurende de dag en de nacht. Als zij jou daarin gehoorzamen, bericht hen dan dat Allah waarlijk as-sadaqa, verplichte zakat, verplicht heeft gesteld, wat genomen wordt van hun rijken en gegeven wordt aan hun armen. De profeet, vrede zij met hen, heeft zijn metgezel Mu'ad opgedragen om te beginnen met het uitnodigen naar het zuivere monotheïsme. Er is niets belangrijkers dan dat het uitnodigen hiernaar, omdat dit de reden is dat Allah ons heeft geschapen. Allah zegt in een vertaling: en ik, Allah, heb de djinn en de mensen slechts geschapen om mijn alleen te aanbidden. Nou, Mu'ad ibn Jabal die werd gestuurd naar Jemen om de mensen uit te nodigen naar het zuivere monotheïsme. En Allah en de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt: laat hetgeen waar jij hen als eerst naar uitnodigt de getuigenis zijn dat er geen God is die het verdient om aanbeden te worden behalve Allah. Dat is de eerste taak die hij heeft meegekregen, radiyallahu anhu. En hij heeft hem duidelijk gemaakt dat hij heeft hem op de hoogte gesteld van de situatie of de toestand van de mensen. Hij zei: je zult de mensen van het boek tegenkomen, lieden van het schrift, oftewel het kitab, de christenen en de joden. Hij stelt hem op de hoogte van de mensen die hij gaat uitnodigen, zodat hij hen uitnodigt naar het zuivere monotheïsme. Dat hij hen uitnodigt naar het zuivere monotheïsme. En als zij hem gehoorzaam zijn daarin, pas dan komen de voorschriften zoals het gebed ila akhirih. Wat ik in het belangrijkste is, en daar hebben we het nu over, het belang van het uitnodigen naar het tawhid. Het belang van het uitnodigen naar het tawhid is hier benadrukt door de profeet sallam, door hem duidelijk te maken dat hij daarmee moet beginnen. Dat hij daarmee moet beginnen zoals hij sallallahu alayhi wa sallam, ik weet niet of die overlevering daarna ook gaat komen, maar zoals hij sallallahu alayhi wa sallam ook tegen Mu'ad zei, toen hij achterop bij hem zat op een ezel, toen zei hij tegen hem: ja Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. O Mu'ad, weet jij dan wat het recht is van Allah, wat hij krijgt van zijn dienaren, en het recht van zijn dienaren wat hij krijgt van wat zij krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. En daar legt hij ook uit dat het tawhid, het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala, het eenmaken van hem aangaande de aanbiddingen, dat het recht is van Allah tabaraka wa ta'ala en de plicht van zijn dienaren. En dat aanleiding is dat Allah subhanahu wa ta'ala deze mensen niet bestraft. En als zij geen shirk begaan. Want hij zei radiyallahu anhu: Allah en zijn boodschapper weten het beter. Waarop hij sallallahu alayhi wa sallam zei: het recht van Allah wat hem toekomt van zijn dienaren, haqqullah ala al-ibad, en ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, dat zij hem aanbidden en geen deelgenoten en hem geen enkel deelgenoot toekennen. Dat is pure vorm van tawhid. Het aanbidden van Allah en geen enkele deelgenoten toekennen aan hem. La ilaha illallah. Hier bevestig je en hier ontken je. Hier zeg je alleen aanbidding aan Allah, hier zeg je niemand anders naast Allah. En het resultaat is uiteindelijk dat hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, dat Allah azza wa jal hen niet zal bestraffen.
En wellicht komt hij straks terug in een ander hoofdstuk, wat later. Morgen misschien, inshallah, bij Fada'il, La ilaha illallah, oftewel de gunsten van La ilaha illallah. Naam. Het doel van ons bestaan en van het schapen van de schepping is om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden zonder dat wij iets van deelgenoot aan Allah toekennen. Naam. Het belang van tawhid is gigantisch, want waarom? Omdat wij geschapen zijn voor deze zaak. Het doel van ons bestaan en het doel van de schepping is om Allah te aanbidden. Oftewel, het belang van het monotheïsme is noodzakelijk. Dat is waarom we hier zijn. Iedereen en alles is geschapen en gemaakt door Allah om hem subhanahu wa ta'ala te aanbidden. En niks anders dan dat. We zijn gemaakt om hem te dienen, te gehoorzamen, te aanbidden. Dat wij hem smeken, dat wij offeren voor hem, dat wij laten. Zaken laten omwille van hem en zaken verrichten omwille van hem. Liefde uiten omwille van hem. Loyaliteit uiten omwille van hem. En haat uiten omwille van hem. En dat is wat Allah tabaraka wa ta'ala, dat is de reden waarom we zijn geschapen. Het aanbidden van hem tabaraka wa ta'ala. En het vers waarin hij zegt, subhanahu wa ta'ala, en voorwaar ik heb de jinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. Oftewel, wa ma khalaqtu al-jinn wal-insa illa liya'budun. De geleerden onder hen, Ibn Abbas, de metgezel en de mujahid, die zeiden, ay illa liya'budun. Oftewel, slechts om één te maken van mij, van Allah. Wij zijn geschapen met de reden, met als doel, om één te maken van Allah subhanahu wa ta'ala in de aanbidding. Hij heeft geen deelgenoot, hij heeft geen vrouw, hij heeft geen zoon, nog heeft hij behoefte daaraan. Hij is onafhankelijk, de enige tabaraka wa ta'ala. Hij is de allevende, hij heeft geen shariq, hij heeft geen deelgenoot in geen enkele zaak. Niet in regen, nog in de zon, nog in genezen, nog in... En daarom is het belang van het tawhid zo... daarom is het belangrijk om het belang van het tawhid te begrijpen. Dit is de reden van de schepping. Dit is de reden van jouw aanwezigheid. En dit is de aanleiding waarom iemand het paradijs kan binnentreden. Zonder deze tawhid is er geen paradijs. Zonder deze tawhid kom je niet in aanmerking voor het paradijs. Je zult haar geur niet ruiken. Je zult deze paradijs nooit binnentreden zonder het monotheïsme. Zonder het tawhid. Je kunt daden verrichten die je wil. Als er geen fundering is van tawhid, is er geen daad geaccepteerd bij Allah tabaraka wa ta'ala. Het doel van ons bestaan? Nee. Het doel van ons bestaan en van het schapen van de schepping is om Allah te aanbidden zonder dat wij iets van deelgenoot aan Allah toekennen. De moslim is iemand die zich bekommert om anderen. We leven in Nederland en overal om ons heen bevinden zich mensen die geen monotheïsten zijn. Daarom is het aan de moslim in dit land om daar serieuzer mee om te gaan en werk van te maken. We horen dagelijks dat er mensen zijn die dit leven verlaten zonder dat wij hen hebben bereikt met deze zuivere godsdienst. En dit terwijl wij ons onder hen bevinden en elkaar dagelijks treffen. De profeet, vrede zij met hem, zei in een vertaling, wie uitnodigt naar leiding, hem komt dezelfde beloning toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij beloning verminderd wordt. En wie uitnodigt naar dwaling, hem komt dezelfde zonde toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij dienstzonde wordt verminderd. Ja, en als we kijken naar de toestand waarin wij ons verkeren, khususan, specifiek hier in Nederland en umumen in de wereld, algemeen in de wereld, dan zie je dat het belang van tawhid niet goed begrepen is door de mensen. Je ziet dat het belang van het tawhid niet goed begrepen is door de mensen. Hoe kan het zo zijn dat mensen bezig zijn met zaken, of over het algemeen bezig zijn met zaken waar ze niet voor zijn gemaakt? En al hun hebben en houden steken in zaken die geen waarde hebben bij Allah. Sterker nog, er zijn mensen die hun religie verwaarlozen voor het wereldse. Terwijl wij onze wereldse moeten inzetten om onze hiernamaals veilig te stellen. Abu Bakr radiallahu anhu, die ging met zijn totale bezitting naar de profeet sallallahu alaihi wasallam en hij zei, hier is het op de weg van Allah, geef ik het uit. Hij zei, wat heb je achtergelaten voor jouw gezin? Waarop hij, radiyallahu anhu, zei, Allah en zijn boodschapper heb ik achtergelaten. En hij kwam met het wereldse wat hij bezat en hij gaf het op de weg van Allah. Vandaag zien we dat veel mensen naar buiten gaan en hun religie meenemen. Om dat vervolgens te geven aan het dunya, om vervolgens van het dunya wat van haar terug te geven. Hij heeft thuis een leeg huis achtergelaten en slechts een paar dirham en dinar achtergelaten. Illa man rahima rabbi. Mensen gaan naar buiten met hun religie. Op werk worden ze gedwongen om zaken van die islam na te laten.
Zij laten dat daarachter om vervolgens wat van dunya mee te krijgen om mee te nemen in huis. Abu Bakr die kwam met de dunya en hij liet Allah en zijn boodschap erachter. Oftewel, hij was waakzaam over zijn dien. Hij wist dat Allah tabaraka wa ta'ala degene is die hem ging voorzien. Hij weet dat Allah subhanahu wa ta'ala voor hem voldoende is. Hij weet dat Allah subhanahu wa ta'ala de zaak waarnemer is. En hij gaf het dunya weg op de weg van Allah. In plaats van zijn religie weggeven op de weg van het dunya. En daarom is het belangrijk dat de mensen een omslag gaan maken. Dat mensen zichzelf gaan vermanen. Dat zij tegen zichzelf durven te zeggen, waar ga jij heen? Waarom hou jij jezelf voor de gek? Dat je tegen jezelf praat, ja Mohammed, waarom hou jij jezelf voor de gek? Waarom lieg je tegen jezelf? Waarom geef jij 80% van je tijd aan slapen, eten en werken? En dat een klein beetje wat overblijft geef je aan Allah. En klaag je over jouw toestand. Praat tegen jezelf, zeg tegen jezelf, praat tegen jezelf nu je nog tegen jezelf kunt praten. Waarom lieg je tegen jezelf? We zijn gemaakt om te knielen. We zijn gemaakt om Allah te aanbidden. En niet 5 minuten hap slik weg. Als we uit eten gaan, doen we er 5 uur over en betalen. We zijn weer bereid om 200-300 euro te betalen. En als we het gebed gaan verrichten, dan moet het binnen 5 seconden klaar zijn. Shantan, opstaan. Tijdens het bidden denken aan dunya. En tijdens het dunya jezelf kwellen omdat je nog moet bidden. Je bent aan het werk, je kwelt jezelf. Pff, ik moet nog dhuhr bidden. Pff, ik moet nog een wudu doen. Pff, het is bijna de asr. Pff, ze zien mij. Pff, moeilijk man. Pff, ik ga wel met de asr bidden als ik thuis ben. Pff, tijdens werken denken aan gebed. En het gebed niet om te verrichten. Nee, omdat het zo zwaar is. Omdat het zo moeilijk is. Omdat het een last is. En als je aan het bidden bent. Pff, ik wil terug naar werk. Pff, ik moet snel, want het eten staat klaar. Pff, ik moet snel, want ze wacht op mij. Pff, ik moet snel, want hij wacht op mij. Iyadun billah. Dat is omdat de islam een sausje is geworden in jouw leven in plaats van het gerecht, yani waar het om draait. En dat is omdat wij het belang van het tawhid niet goed begrijpen. Dat is omdat wij het belang van het tawhid miskennen. Dat is omdat wij teren op die bare handelingen die wij hebben verricht, niet weten dat die handelingen die wij hebben verricht afhankelijk is van jouw tawhid. En daarom heeft Allah ons ziekte gegeven. Daarom heeft Allah, ontneemt Hij geliefde van ons. He, grijpt Hij via de engel, via de engel des doods, grijpt Hij mensen van je weg om je heen. La'allakum tatadhakkarun. In de hoop dat jullie, oftewel wij, gaan nadenken. Afala ta'qilun. Denken jullie dan niet na? Oftewel, denken wij dan niet na? Lering trekken uit het overlijden van een persoon. Lering trekken uit de geboorte van een ander. Lering trekken uit de ziekte van een persoon. En lering trekken uit de genezing van een ander. Hij wordt ziek, hij wordt beter. Trek daar lering uit. Maar vandaag ben je beter, vandaag ben je gezond, morgen word je ziek. Ken Allah in voorspoed. Zodat Hij jou zal kennen in tegenspoed. En uiteindelijk zullen wij terugkeren naar Hem, subhanahu wa ta'ala. En het enige wat telt is het monotheïsme. En daarom is het belangrijk dat wij het belang hiervan benadrukken en erover blijven praten tot de laatste adem is uitgeblazen. Omdat middels dit gezegende, zuivere woord de enige aanleiding is om überhaupt in aanmerking te komen voor de genaden van Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk naar Ibrahim alayhi salam. Hij behoort tot een van de beste boodschappers van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heeft hem veelvoudig aangehaald in de Koran. Hij heeft hem een imam genoemd. Oftewel een voorbeeld, een qudwa. Hij heeft de mensen bevolen zijn weg te volgen. De weg van Ibrahim. Die bekend stond en staat en zal blijven staan. Over zijn tawhid die hij aan Allah Azza wa Jalla toewijde. En afstand nam van elke vorm van shirk. Polytheïsme. Desondanks zijn hoge niveau bij Allah. En zijn
zuivere toewijding aan Allah subhanahu wa ta'ala. Sommige geleerden die zeiden, de reden waarom Ibrahim alayhi salam de boezemvriend van Allah werd genoemd en wordt genoemd Khalil ar-Rahman, is omdat hij tahqiq het tawhid had. Hij had het tawhid naar behoren gepraktiseerd. Alayhi salam. De boezemvriend van de schepper van de hemel en de aarde. Mensen pronken als ze vandaag bevriend zijn met een bekende persoon. Hij is de boezemvriend van Allah. Allah heeft hem als boezemvriend genomen, zoals hij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam als boezemvriend heeft genomen. En toch komt hij op de dag der opstanding. En zal hij tegen Allah zeggen, u heeft mijn beloof dat, hè, dat ik, dat mij geen vernedering zal overkomen. Welke vernedering is er groter dan dat je vader naar Jahannam moet? Dat je vader naar Jahannam moet gaan. Dat hij erin wordt geworpen. Alaykum salam. Dat is ook, dat is zo bij de vader van Ibrahim. Hij behoort tot de mensen van Jahannam. De vooraanstaande positie van Ibrahim alayhi salam kan hem niet baten bij Allah. Allah zegt, ik heb het paradijs verboden voor de ongelovigen. Hoe zuur die woorden ook zijn voor sommige mensen. Voor de mensen die slechts met bloemen over straat gaan en de mensen alleen maar de verblijde tijdingen gaat brengen. Allah heeft Jahannam geschapen niet voor niks. En hij is de meest barmhartige. En daarom is het belangrijk dat we deze tawhid begrijpen. Want het zal niemand, maar dan ook niemand, yani redden. Niemand, maar dan ook niemand zal gered worden. Als hij Yawm al-Qiyamah komt en als hij Yawm al-Qiyamah komt en het monotheïsme is in elkaar gestort. Tawhid is in elkaar gestort. En ik heb die verzen eerder aangehaald de afgelopen dagen, waarin Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over profeten. Hij spreekt over Ishaq, hij spreekt over Ya'qub, hij spreekt over Ilyas, hij spreekt over Zakaria. Hij spreekt over zoveel profeten en hij zegt, als zij deelgenoten toekennen aan Allah, dan zal ik hun daden verloren doen laten gaan. Het belang van het tawhid wordt miskend, terwijl het belang van het tawhid gigantisch groot is. Nou. Bij mijn Heer, de mens is zeker in verlies, behalve de monotheïsten die Allah in het volgende hoofdstuk in de Koran omschrijft. Allah zegt in een vertaling bij de tijd, voorwaar, de mens verkeert zeker in staat van verlies, behalve degene die geloven en goede daden verrichten, en elkaar aansporen tot de waarheid, en elkaar aansporen tot geduld. Ja, en een gigantisch, deze sura is een gigantisch hoofdstuk. Deze sura, dit hoofdstuk is een gigantische grote hoofdstuk wat betreft de inhoud. En zoals Imam Shafi'i zei, rahmatullahi alayhi, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكافتهم. Als Allah alleen dit hoofdstuk had geopenbaard, dan was het voldoende voor ons geweest. Om te begrijpen wat het belang is van het geloven in Allah en het verrichten van goede daden. En daarna uitnodigen. En de mensen aansporen tot de waarheid. En de mensen aansporen tot geduld. En daarom Allah subhanahu wa ta'ala die zweert en die benadrukt dat de mensen zeker in verlies zijn. Allemaal. Fi khasaratin wa halak. Iedereen is verloren. De mens in zijn totaliteit is verloren. Alle mensen zijn verloren. Behalve degene die deze vier eigenschappen hebben. En het begint en het is gefundeerd op het geloven in Allah. En de rest is volgend. Het begint in het geloven in Allah. Illa alladhina amanu. Hier begint hij. En de rest is volgend. Illa alladhina amanu. Behalve degene die geloven. Behalve degene die geloven. Deze mensen die geloven. Illa alladhina amanu. Wa amilu salihat. En vervolgens goede daden verrichten. En aansporen tot goede daden. Wat tawasaw bil haq, aansporen tot de waarheid. Uitnodigen naar de waarheid. Amr bil ma'roof, nahi anil munkar. Wat tawasaw bil haqqi, wat tawasaw bil sabr. Oftewel, aansporen tot geduld. Deze mensen zullen slagen. De rest is in verlies.
Stel je voor, vanavond komt de president van dit land op televisie, op de nationale televisie, en hij zegt: beste mensen, jullie zijn allemaal in verlies. Behalve. Ga je wegzeppen? Beste mensen, iedereen blijft thuis totdat de dood hem treft. Behalve degene die. Ga je wegzeppen? Ga je wegkijken? Beste mensen, niemand komt meer buiten behalve als je. En dan komt hij met 3, 4 voorwaarden. Ga je luisteren? Degene die zegt nee, hij ligt. Iedereen gaat luisteren. Zelfs de dove gaat luisteren. Iedereen gaat luisteren. En iedereen gaat die boodschap begrijpen. Wallahi thumma billahi thumma tallahi. Degene die ongeletterd is. Geen woord Nederlands spreekt. Hij zal dezelfde dag een uitleg krijgen van die voorwaarden. En hij zal ze begrijpen en naleven. Want waarom? Zijn vrijheid komt in gevaar. Waar is het paradijs? Allah zegt: wal asr, innal insana lafi khusr. Waarom luisteren de mensen niet? En als de mensen luisteren, waarom praktiseren de mensen deze voorwaarden niet? En als ze deze voorwaarden praktiseren, waarom blijven ze niet standvastig op het praktiseren? Allah zweert. Mark Rutte die komt online. Mark Rutte komt live en hij zegt: ik zweer het bij de liberalisme. Bij het liberalisme. Ik zweer het bij onze afgod. Ik meen het. Niemand komt meer buiten. Afgelopen. Behalve als je 4 eigenschappen bezit. 1. Prikken. 2. Testen. 3. Komen ze met voorwaarden. Iedereen gaat het doen. Dat is normaal. Ik ga het ook doen. Als dat de voorwaarde is om naar buiten te kunnen gaan. Ga ik ook doen. Als dat de enige manier is om buiten te komen. Maar als Allah zweert. Tabaraka wa ta'ala. En hij heeft het niet nodig om te zweren. Het feit dat Allah het zegt is al-haq. En hij is al-haq. Dan zijn de mens verkeert in grote verlies. En dat is in eerste instantie degene die geen tawhid heeft. Dus lieg niet tegen de mensen op straat. Lieg niet tegen jouw collega's. Ik hoorde laatst iemand praten, een moslim. Hij kreeg vragen gesteld op een televisieprogramma. Hij kreeg vragen gesteld miskien. En het was geen da'i of zo, een uitnodiging naar de islam, maar het is wel een moslim. Hij kreeg vragen gesteld. Waar hij in gelooft, et cetera. Krijg je antwoorden, subhanallah al-azim. Ging hij over christendom praten, over jodendom praten. En hij zegt, ja, yawm al-qiyam, het kan zijn dat jij ook met iets goeds komt. Weet je, komt yawm al-qiyam met iets goeds. Ja, ach, je weet je, komt yawm al-qiyam met iets goeds. Zie, het komt met shirk. Zie, het komt met al-kufr. Kan zijn dat iemand de boodschap niet is bereikt, ja, sidi. Hij heeft de boodschap niet bereikt. Daar is die, het is een uitzonderlijk geval. En Allah is zijn zaak. Walaikin de li'atiqaa, die mensen die komt zo yawm al-qiyam, deze overtuiging leidt naar geen enkele stap richting de jannah. Deze overtuiging die geen islam is, de overtuiging die indruist tegen de islam, iemand die niet gelooft in de islam, en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam als laatste boodschapper, deze persoon die zal het paradijs niet binnentreden, hij zal haar geur niet ruiken, al is die van zo'n grote afstand te ruiken. Dat is de li'atiqaa. Dat we het rustig overbrengen, naam, zonder dat het net als bij mij wenkbrauwen fronsen. Ik doe alsof ik boos of alsof ik geïrriteerd ben. Dit is mijn stijl van praten. Maar waar het om gaat is, die overtuiging leidt daar niet naar. Geen stap naar de agenda, nog geen agenda. Dat is onze dien. Zoals jij niet gered zal worden in de overtuiging van het verdraaien en christendom. Dat zij zeggen dat als jij niet Jezus toelaat in jouw leven en erkent dat hij is gestorven aan het kruis voor de zonde van de mensen, dan kom jij ook niet in aanmerking voor die voordelen binnen het christendom. Totdat je hem toelaat. En zo hebben de joden, die gaan dan een stukje verder, dat je een uitverkoren moet zijn en dat je een jood kunt zijn en niet worden. Of je moet een jood zijn en je kan het niet worden. Iedereen heeft zo zijn overtuiging. Sterker nog, er zijn zelfs ministers die zeggen, als je niet meedoet met vaccineren en geen test wil afnemen, dan mag je niet meedoen in de maatschappij. Je mag niet naar een bioscoop. Laat staan, Jinnah. Zij zeggen, je mag niet naar een bioscoop om te kijken naar een film die leugenachtig is. Ze liegen. Die film staat, die mensen huilen daar. Het bestaat niet. Het is een filmset. Hollywood, Bollywood. Hoe keep kirik te ma met zijn leugens? Je mag niet eens daar naartoe. Laat staan naar al-Jannah. Wat Allah heeft klaargemaakt met zijn eigen handen voor zijn godsvrezende dienaren. Nee, dan mag iedereen naar binnen. Niks aan de hand. Waarschijnlijk gaat hij een kringloop. Arah Jannah.
al janna. Allah heeft klaargemaakt met zijn eigen handen. Tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla heeft deze janna klaargemaakt voor de mensen die zwoegen op zijn weg. Is jullie kwaad die jongen, kon ik niks aan de hand. Iedereen kan naar binnen. Open dag, geen probleem. Ah, joh, als we naar een bioscoop willen, moeten we spuiten. Als we straks op vakantie willen, moeten we spuiten. En paspoorten aannemen, et cetera. Je mag ervan vinden wat je wil, waar het op neerkomt is. Er zijn voorwaarden gesteld om mee te doen. Laat staan het paradijs binnentreden. Het paspoort, jouw vaccinatie is tawhid. Jouw toelatings. De toelatingsvoorwaarde is het tawhid, is het monotheïsme. En als je het vreemd vindt, ga maar naar minister De Jonge die tegen jou zegt, je mag pas een film kijken die haram is in de bioscoop. Anderhalf uur, twee uur lang naar haram kijken en luisteren. Dat je daar zelfs voorwaarden voor nodig hebt voordat je naar binnen gaat. Allah, het product van Allah is duur. Inna sila'at Allah ghaliya. Mashiya jiyudkhul. Werken om in aanmerking te komen voor de genade van Allah. En de genade van Allah, die is, yani, de genade van Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen begin en geen einde. Zijn genade en barmhartigheid is, yani, met geen enkele genade en barmhartigheid te vergelijken. Allah subhanahu wa ta'ala, die wil zijn dienaren vergeven. Allah heeft ons zoveel mogelijkheden gegeven om af te komen van onze zonden. Hij heeft onze hasanaat vermenigvuldigd. Hij vermenigvuldigt hoeveel hij wil. Als je Koran leest, voor elke letter krijg je er 10 in totaal. Voor elke letter. Dus Allah heeft het zo makkelijk voor ons gemaakt om hem te aanbidden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het zo makkelijk gemaakt voor ons om hasanaat binnen te halen. En hij zegt zelfs, sommige goede daden zijn aanleiding voor het wissen van slechte daden. Hij heeft het voor ons zo makkelijk gemaakt. Wanneer het moet gefundeerd zijn op het monotheïsme. Pas dan heeft het effect. Pas dan heeft het zin. En pas dan zijn wij of komen wij in aanmerking voor de genade van Allah om daarmee het paradijs binnen te treden. Tawhid, thumma tawhid. Dit is een zeer belangrijke, urgente zaak. En wat ik zei, de mensen luisteren wel naar dunya zaken. De mensen luisteren wel naar het bericht wanneer ze naar buiten mogen. En zij zullen elke detail praktiseren van de voorwaarden om weer naar buiten te mogen. En zelfs haram dingen te mogen doen. Om naar het strand te kunnen gaan. Haram. In de situatie waarop het wordt verricht. Yani, vrouwen, mannen door elkaar. Jullie kennen het wel. Maar strand is geen haram. Is niet haram als je ergens heen kan gaan waar je aan de regels van Allah houdt. Maar waar het op neerkomt in ieder geval is. Als het om dunia zaken gaat. Dan willen we elke voorwaarde naleven. Om het te kunnen doen. Als wij auto willen rijden, tenminste de meesten, die gaan theorie leren. Ze gaan lezen tot ze erbij omvallen bijna. Blokken, blokken, blokken. De ilm, de ilm. Kennis vergaren. Blokken, blokken, blokken. Om vervolgens een ijzeren stuk blik te kunnen rijden. Als je naar de Jannah wil gaan, ga leren. Geen tijd. Ga les volgen. Moeilijk. Inshallah. Komt goed. Geen. Ik ben een boek aan het lezen. Ik heb op Facebook gezien. Ik heb gehoord. Ga leren. Ga leren. Ga zitten met mensen van kennis. Ga leren. Ga hifz doen. Ga memoriseren. Neem het tot je. Praktiseer het. Nodig naar uit. Wees geduldig. Wereldse zaken maken niet uit. Mensen gaan 16, 15, 20 jaar naar school. Vanaf de basisschool zijn ze bezig op de universiteit. Van melktanden tot hij zijn tanden verliest. Vanaf de tijd dat hij melktanden heeft tot het moment dat hij zijn tanden verliest, is hij op school. Om dunia te krijgen. Ik zeg niet dat het haram is, maar vraag hem, heb je één boekles uitgehad om jinnah binnen te komen? Heb je één boek. Eén boek van begin tot einde. Met sharh, zoals je hoort, je hebt hem begrepen, je bent getoetst, je hebt hem goed gemaakt. Eén boek. Dat is onze toestand. Dat is onze toestand. Over het algemeen. 8 jaar basisschool. 4 jaar middelbare school. Hoeveel is dat? 12 jaar. Zit Ali Hawahad 2 keer blijven zitten. We gaan in 1 keer. 12 jaar. Hoe vaak, hogeschool, hoe lang gaan mensen daarheen? 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar. 18 jaar. We gaan zeggen tussen 15 en 20 jaar gaat iemand naar school. Tussen 15 en 20 jaar gaat iemand naar school om vervolgens daar 3.000, 4.000 euro per maand mee te verdienen. 5.000 euro per maand mee te verdienen. Hoeveel lessen heb je gehad? En die lessen
zijn om vervolgens naar Jannah te gaan. Ewa, schat jouw kansen in voor Jannah op basis van de lessen die jij neemt en dan praktiseert. En ik ook. Wij allemaal. Daarom zei ik in het begin, kijk naar jezelf. Hoe zeg je Mohammed? Niet liegen tegen jezelf. Niet goed praten. We schieten allemaal tekort tegen Allah Azza wa Jalla. Walekin, wij moeten niet liegen tegen onszelf. Dat is de gelukkige persoon die tegen zichzelf kan zeggen, shof. Ah, waar kan ik het doen? Ophouden met die liegen tegen jezelf. Ah, not gedem. Ja, wil je werken is goed. Wil je opleiding doen is goed. Kijk gewoon wat Sharia zegt. Daartussen moet je, daar binnen moet je blijven. Ja? School, et cetera, of man, vrouw. In de, tussen de grenzen van Allah Azza wa Jalla blijven. Niet overheen gaan. Kan het niet, mag je het niet. Heel simpel. Man en vrouw. Jij wilt dit doen, mag het in Sharia? Ja, ik weet niet. Vraag een geleerde. Hij zei ja, bismillah ala barakatillah. Maar waar is jouw dien gebleven? Leren van jouw dien. Ik heb het niet over bidden al 20 jaar een beetje op dezelfde manier. Ik heb het over ontwikkeling ook binnen de religie. Ontwikkeling binnen de religie. Lessen volgen, structureel. En lessen volgen is meestal 1 keer in de week, 2 keer in de week. Als we het hebben over wereldse lessen, dan praten we weer over 5, 6, 7 uur per dag. Dan heb ik het over huiswerk, blokken, blokken. Mensen halen Red Bull. Nachten wakker blijven. Mensen gebruiken drugs om wakker te blijven. Drugs, koffie drinken, speciale middeltjes halen. Gedesoriënteerd, sommige mensen blijven hangen in die rotzooi. Kijk naar die studentenhuizen, ze zijn de hele dag aan het blokken. Talab al-ilm li dunya. Maar kijk naar het gevolg, kijk eens om je heen. Wegen zijn gestreken. Planten, elke plant heeft een naam. Elke straat heeft een naam. Straten hebben naam. Bruggen hebben namen. Elke snelweg, elke 100 meter, hectometer, paal waar je precies bent. Wegen. Al-Hajar al-Ihfad heeft een naam. Alles heeft een naam. Alles heeft een functie. Doorgestrokken streep, grote blokken op de snelweg, kleine blokken op de snelweg, niet doorgestroken, niet doorgetrokken, camera's, trajectcontroles, tarwik, videoopname, alles tot in de detail uitgewerkt. Waarom? Ja, 15 tot 20 jaar naar school. Maar 5 keer per week, 6, 7 uur gemiddeld per dag, geleden nog huiswerk, uit huis, studentenhuis wonen, jarenlang. Dan krijg je dit. Dan ben je niet te zien lijf. Anders moesten we allemaal naar Veenendaal of ergens anders heen om onze lessen te volgen aanwezig. Maar nee, deze mensen zijn naar school gegaan en wij ook, gedeeltelijk. Die hebben dit voor elkaar gekregen bij Idnillah. Als wij diezelfde tijd hadden geïnvesteerd en dezelfde manier onze religie gingen leren, dan had Mark Rutte misschien vandaag gezegd, mensen, het is bijna Eid, nog even doorzetten. Misschien was hij moslim geweest. Allah weten we niet. Allah weet. Maar ik weet één ding. Dat als wij die tijd en die energie gingen insteken in onze talab al-ilm, zoals wij dat doen en zij doen met hun dunya, dan waren wij ver. Maar geen man overboord. Het kan nog. Kijk niet naar dat de hele maatschappij dat moet gaan doen. Maar zorg ervoor dat jij dat voor jezelf gaat doen, inshallah. Ga leren. Ga leren, inshallah. En elke keer als je leert, is alsof jij een tray van een trap erbij krijgt. Je hebt een trap, je hebt 2 stokken. Je wil naar boven, je bent beneden. Je hebt nog niks. Je hebt 2 stokken, zo, ladder. 2 stokken. Elke keer als jij leert, krijg je eentje erbij waar je op mag staan. En zo kom jij, bi idhnillahi ta'ala, steeds dichter bij jouw Heer. Zorg je ervoor dat je steeds dichter bij Allah komt. Want slechts de mensen, de bezitters van kennis, die al-ghashya hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. Leren praktiseren. En leren zoals Allah azza wa jalla zegt, fa'lam. Leren. Fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Weet dat er geen God is die het verdient om aanbeden te worden behalve Allah. Daar moeten we beginnen. Tawhid. Die leren. Allah azza wa jalla zegt, eerste ayah die geopenbaard is iqra bismi rabbika. Bismi rabbika. Lees in de naam van jouw Heer. Tawhid. Niet lees in de naam van jib. Jouw broekzak. Dat heb je ook. Talab al-ilm om geld te verdienen. Talab al-ilm om een positie te krijgen. En niet lillah. Iqra bismi rabbik. Leer in de naam van jouw Heer. Studeer omwille van Allah. Begrijp omwille van Allah. Tawhid.
En zo zul je bloeien en groeien, inshallah. En zal jouw nageslacht een genade voor jou zijn. En zullen ze voor jou blijven vragen. Kijk hoe vaak, subhanallah al-azim, dat je een gezin ziet die opgroeit met de islam van voorvaderen. Opa op opa, op opa, opa op vader, opa op vader. Wat zie je daar heel vaak? Dat die gezin, die kent Koran, kinderen kennen Koran. Die is leraar, die is imam, die is muadzin. Zo gaan ze door, subhanallah. Dhurriya saliha, subhanallah. Een van die eerdere opa's, die was waarschijnlijk shi'ali, moeder, die was shi'zahid. Aanbieden van Allah azza wa jal, ilm. Mensen, kinderen opvoeden. En zo zijn ze doorgegaan. Generatie op generatie. Families, generatie op generatie. Zoals je vandaag hebt, Douwe Egberts familie. Of Philips, ik weet niet welke families allemaal. Ze hebben allemaal familiebedrijven. Je hoort zo sinds 1620, sinds Keda, hoe ik het baat met shikara. Heb je ook in dien, je hebt zo, je hoort die familie, als je gaat kijken, gaat graven, allemaal hoefvallen. Die kent Koran, neefjes, nichtjes, de vrouwen kennen. Heb je vaak in bepaalde landen, heb je dat in Mauritanië bijvoorbeeld. Vrouwen kennen, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Is overgeven. Thurriya saliha, doorgeven. En niet het stopt bij ons. Of Aslant is niet eens begonnen. Sticht deze Thurriya saliha. Sticht deze gezegende nageslacht. Een vrome nageslacht. Door het te bouwen op tawhid en taqwa. Vanaf jou dat die silsila, die gezegende nageslacht doorgaat. Die ketting aan mensen die vroom zijn en waar jij wat aan hebt. En natuurlijk om Allah te aanbieden, want daarvoor zijn ze gemaakt. Wees een monteur. Je hebt een product, hij is krom. Wat ga je doen? Je gaat hem maken. Want het product is niet gemaakt dat hij zo is, maar het product is gemaakt dat hij zo is. Ja? Zo zijn wij mensen ook. Sommigen van ons zijn krom. Da'i van de islam, die zorgt ervoor dat die persoon die gemaakt is, ook een product. Hij is gemaakt, maar hij is krom. Hij bidt niet. Hij doet niet meer met de Ramadan. Dat je alles eraan gaat doen, hij die monteur. Dat je zegt, proberen om hem terug te krijgen. En aan Allah is het succes. Wij zijn hier om Allah te aanbidden. Wij zijn hier om Allah azza wa jal zijn groot. Te erkennen met onze harten, tongen en onze ledematen. Knielen en buigen voor hem. Dat is wat we hier doen. En, daar, ja, en in de tussentijd moeten we ook eten en leven. En niet we zijn hier om dat bij elkaar te rapen van dunya. En in de tussentijd, oh ja, ik moet ook nog, ik ben een monotheïst. Nee, ik ben hier een monotheïst om Allah te aanbidden. En oh ja, ik moet ook nog eten. Oh ja, ik moet ook nog mijn gedeelte van het dunya niet vergeten. Zo zit dat in elkaar. Niet leks. Allahu a'lam. Nou. Hoe kunnen we blijven toekijken hoe de mensen iedere dag opnieuw als ongelovigen ontwaken uit de kleine dood, slaap en weer toekijken hoe zij de dood, slaap, tegemoet gaan? Allah stuurde boodschappers naar volkeren die buitensporig waren jegens Allah. Waar zijn degenen die in de voetsporen treden van deze boodschappers om de mens te begeleiden met inzicht, oprechtheid en zuiverheid naar de tevredenheid van Allah? Welke slechts te verkrijgen is middels het zuivere monotheïsme. Allah zegt in een vertaling: zeg, dit is mijn weg. Ik nodig uit naar Allah met zekere kennis. Ik en degene die mij volgen. En verheven is Allah. En ik behoor niet tot de veel godenaanbidders. De weg van Mohammed, vrede zij met hem en zijn volgelingen, is het uitnodigen naar Allah, naar zijn eenheid, het tawhid. Dit doen zij met kennis en door middel van het vrijpleiten van Allah van iedere vorm van deelgenoten. De profeet, vrede zij met hem, nodigde de mensen uit naar het zuivere monotheïsme. En dit deed hij zelfs op de markt. Zo is het overgeleverd dat de profeet, vrede zij met hem, het volgende zei op de markt: o mensen, zeg la ilaha illallah en jullie zullen wel slagen. Allahu akbar. Ja, ayyuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kun je je voorstellen? Tussen de marktlieden door. Oh, is zo. Oh, wat dat. En dan hoor je zo. Ja, ayyuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Zeg, o mensen, zeg la ilaha illallah. O mensen, zeg, er is geen God die het verdient om aanbeden te worden behalve Allah. En jullie zullen slagen. Jullie zullen zegen vieren. Allah winst. Maar ik ken slechts degene die voorzien zijn van inzicht. En voor wie Allah azzawajal zijn harten en haar harten heeft geopend voor deze geweldige boodschap, begrijpt dat. Op de markt is iedereen bezig met winst. Zowel degene die koopt als verkoopt.
Degene die koopt wil zo goedkoop mogelijk. En degene die verkoopt wil zo duur mogelijk. Iedereen is bezig met, ik moet winnen, ik moet krijgen, ik moet verdienen. Dan komt er iemand daar doorheen lopen en die zegt tegen hen, zeg la ilaha illallah. Zeg la ilaha illallah. Kijk wat een geweldige da'wa van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam in de markten. Sommige mensen schamen zich. Als hij iemand ziet met kamis of een zuster ziet met gimar of een niqab op een markt, hij schaamt zich. Of zij schaamt zich. Ze weten niet waar ze moeten kijken. Ze denken, oh, oké, verdachna hana, ja, sahbi. Tussen deze mensen. Dus kijk, verdach. Wat is hij aan de? Wat is hij aan de? Huh? En daarom, da'wa moeten wij voortzetten. We moeten de straten intrekken. En de wijken. En we moeten de mensen leren dat dit normaal is wat wij doen. Het normaliseren van het praktiseren van de islam. Het normaliseren van dat een moslim er zo uitziet. En dat de mens terug moet gaan naar zijn mens zijn. In eerste instantie. De mens moet terug naar zijn mens zijn. En dat is dat hij gemaakt is om een monotheïst te zijn. Zoals ik in het begin van deze les heb gezegd. Dat Allah Azza wa Jalla zegt tegen, over de mensen die, of de, alle mensen die voordat ze geschapen zijn, dat Allah ons de vraag heeft gesteld, Alastu bi rabbikum? Ben ik niet jullie hier? Qalu bala shahidina. En allen hebben wij gezegd, ja zeker, wij getuigen daarvan. Voordat wij hier kwamen, zijn we al geconfronteerd dat Allah subhanahu wa ta'ala de Heer is, de voorziener is, de gever is, de ontnemer is, de genezer is, en dus ook degene is die het als enige verdient aanbeten te worden. Voordat we op dunia kwamen, voordat we hier kwamen, hebben wij bevestigd. En dat is de reden waarom we hier zijn. En stel je voor, we zouden geconfronteerd worden met een stem uit de hemel. Stel je voor, we worden geconfronteerd uit de stem van de hemel. Die ons opnieuw zou oproepen, wat zijn jullie aan het doen? Stel je voor, er komt stem uit de hemel, je hoort naar de mensen toe, wat zijn jullie aan het doen? Waarom aanbieden jullie anderen naast Allah? Allah, die stem, die heeft Allah al geopenbaard. Deze saut, deze uitspraak heeft Allah al openbaard. Niet alleen in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dit heeft hij in alle tijden gedaan. Geopenbaard. Ja, qawm ya'budullah. Ma lakum min ilahin ghayru. O mensen, aanbid Allah. Of o mijn volk, zoals Salih zei alayhi salam. O mijn volk, aanbid Allah. Wat is er met jullie dat jullie andere God aannemen naast Allah? En dat is wat wij nodig hebben, shabab. Als wij boven deze hemel lopen, dat we overtuigd zijn dat hij niet leeg is. Als wij op straat lopen, dat we overtuigd zijn dat we niet alleen zijn, maar dat er engelen zijn. Die schrijven. Op het moment dat je een stap zet ergens heen, en op het moment dat je praat, op het moment dat je wat doet. Die overtuiging moeten we constant meenemen. Stel je voor, iemand loopt met jou mee op straat. Hele dag. Twee mensen. Ze lopen naast jou en schrijven. Door rood gelopen, door dit gedaan, door dat gedaan, door dit gedaan, door dat gedaan. Einde van de dag gaat ergens heen waar je wordt beoordeeld over hetgeen wat je hebt gedaan. Mensen letten op de stoplicht terwijl er geen agent staat. Laat staan als er een agent daar staat en laat staan als er iemand naast hem zit die het aan meneer de agent doorgeeft. Ik loop mee met twee mensen. Ik schrijf alles op wat hij goed heeft gedaan en die ander schrijft alles op wat je slecht hebt gedaan. Einde van de dag word je afgerekend. Jalla. Vier keer door rood, vier keer 90 euro. Twee keer gebeld tijdens rijden, opgeschreven. Einde van de dag, kom maar hier, 1500 euro boete en 3 weken gevangenisstraf. Zoveel zondes heb jij begaan. Zo vaak heb jij de sharia van dit land verwaarloosd. Zo vaak ben je zondig geweest. Niet geluisterd naar de wetgeving van de wetgevers in dit land. Hoe gaan we daarmee om dan? Gaan we veel scherper om met onze daden. Dat gebeurt al. Maar dan met onze hasanat. Dat gebeurt al. Maar dan met onze sayyi'at. Het gebeurt al. Die engelen zijn er al. Die schrijven. Allah ziet. Er komt een boek, Yawm al-Qiyamah, waar alles in staat. Iqra kitab. Lees jouw boek. Lees jouw boek. Alles wordt geschreven. En deze vorm van bewustzijn, als jij die kan meenemen en ik die kan meenemen dagelijks, dan zul je zien dat wij
veel minder gaan zondigen en veel meer gehoorzaamheid gaan tonen jegens Allah. Je wordt ook een betere mens. Als je een blikje wil weggooien, als je iets wil doen wat niet kan. Wallahi ikhwan, spugen. Vroeger was het normaal, prah, op straat. Zo'n afkeer, subhanallah, als iemand die spugen, subhanallah, azim, die moet gewoon niet meer in mijn buurt komen. Wallah, op het grond. Jouw heer kijkt ook mee. Ga niet zeggen, is haram. Ga niet zeggen, spuug is haram. Weet op zijn minst. Als je kijkt naar onze ouders, hoe ze vroeger deden, hij pakt een tissue, weg is die. Hij speelt zo in die tissue, je ziet hem niet eens. En nu, snuit op straat, vallen. En daarom, besef dat Allah kijkt. Besef dat Allah jou ziet. Kan aanleiding zijn, is aanleiding. Dat jij veel minder, gaat zondigen en gekheid gaat doen. En veel meer goede daden gaat verrichten en aanbevolen daden gaat verrichten. Maar dat is als je bewust bent op het moment dat je opstaat tot het moment dat je gaat slapen. Allah ziet mij. Allah hoort mij. Engelen schrijven mee. Yawm al-Qiyamah krijg ik mijn boek. Of naar het paradijs of naar de hel. Sommigen zeggen, zo, hoe kan je zo leven elke dag? Wa'andik dat je één dag verliest van de gedachtenis aan het graf aan Yawm al-Qiyamah. Wa'andik dat je één dag verliest. Dat je één dag aan jou voorbij gaat zonder dat je hebt nagedacht over graf, jinnah, jahannam, rabbi, yawm al-qiyamah. Zo blijf je scherp. Zo blijf je scherp. En zo blijf je inshallah ta'ala bewust. En als je dan vervalt in een zonde, dat je dan meteen haast naar het verrichten van berouw. Want zo kom je er ook gelijk weer vanaf, alhamdulillah. Nou. Het is overgeleefd van Abu Dar, mocht Allah tevreden zijn met hem, dat de profeet vrede zijn met hem, het volgende zei: elke dienaar die la ilaha illallah zegt en vervolgens daarop sterft, zal het paradijs binnentreden. Kijk hoe belangrijk, we hebben het over het belang van het tawhid. Kijk hoe belangrijk het belang van het tawhid is, shabab. Kijk hoe belangrijk het is om deze geweldige het tawhid te begrijpen en te praktiseren. En het belang om ernaar uit te nodigen. Kijk hoe belangrijk het is. Want de Nabi zegt, elke dienaar die la ilaha illallah zegt en vervolgens daarop sterft, zal het paradijs binnentreden. En het belang van het da'wa van la ilaha illallah is de hadith daarvoor, waarin de profeet hem zei: o mensen, zeg la ilaha illallah en jullie zullen wel slagen. Oftewel, hij zei dat op de markt. Nou. We horen steeds vaker en luider dat moslims het geloof verlaten. Stop maar, inshallah, want ik zie dat het een hele lap tekst is. Tayyip, we zijn bijna aan het einde gekomen van het belang van het uitnodigen naar het tawhid. Dus inshallah ta'ala hebben we nog een paar bladzijden te gaan om vervolgens een nieuw hoofdstuk binnen te gaan, dat is de gunsten van la ilaha illallah. Dus wij stoppen hier inshallah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inshallah zien jullie ons vanavond weer terug bij de benefiet. En inshallah ta'ala morgen tijdens de les, wees waakzaam over het volgen van lessen. En je zult zien dat waar je begint met 60 kijkers, eindigt op 40, of komt op 40 terecht, uiteindelijk 20, uiteindelijk 5, 6, die daar uiteindelijk van opsteken. Waar ik alhamdulillah. Alhamdulillah, een boom geeft ook vruchten. Niet alle vruchten belanden bij de consument. Sommige belanden in de prullenbak, sommige vallen van tevoren eraf. Niet kijken naar wat een ander doet. Kijk naar jezelf en ontwikkel jouzelf. Hervorm jezelf van die slechtheden. Dit geldt voor iedereen. Als ik heb het over jullie zelf, praat ik over mezelf. Van slechtheden, van tekortkomingen jegens jouw Heer subhanahu wa ta'ala. Werk daar keihard aan, waar ik Allahu fikum. Kijk niet naar de omgeving. Concurreer niet over met deze mensen in deze dunia. De concurrentie van de dunia houdt niet op. Maar wees een concurrent voor degene die goede daden verricht. Dat jullie met elkaar tenafus hebben. In het goede. Zonder dat je het misgunt voor een ander. Dat is waarvoor we hier zijn. En dat is waarvoor wij zijn geschapen. En dat is waar we op moeten sterven. Bidnillahi ta'ala. Jazakum Allahu khairan wa barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala onze vaste en staan voor hem accepteren en ons doen behoren tot degene over wie de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: men qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. En wat hij zei: men qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mocht Allah onze zonde vergeven en ons doen behoren tot degene die bevrijd zijn van jahannam. En mocht Allah tabaraka wa ta'ala onze
ons die geweldige nacht laten meemaken van Laylatul Qadr. Misschien is die geweest, mocht Allah het van ons accepteren als die nog komen moet, als die nog moet komen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons doen behoren tot degene die het uiterste uit die nacht halen. Barakallahu fikum shabab, hafizakum Allah ta'ala, wees waakzaam over jullie religie. Dat is het enige wat jullie bezitten wat waardevol is. Hafizakum Allah subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.